Hallo kijkers van de Tramzin en welkom bij een nieuwe aflevering van FIFA World. De vorige keer hadden we een irritant tabelletje en daarom was het ook een korte aflevering. Daarom zal ik vandaag speciaal daarom deze keer een langere aflevering maken. Maar wat we allereerst gaan doen is, we gaan natuurlijk de dagelijkse dingen, laten we gewoon zeggen. We gaan de dingen doen die we normaal doen. En dat is, dit. We gaan, niet quick sell. Jij moet opnieuw worden. Doe dit maar. Ja, is goed. Even snel alles verkopen. Volgende pagina. Snel verkopen. Oh nee, nu heb ik die zilver voor heel weinig verwacht. Ach nou ja. Het is beter dat we een klein beetje geld krijgen dan helemaal niks. Oké, waar is mijn squad? Oké. Als het goed is hebben we nu ook oranje kleding. Of hebben we dat niet? Anders moet ik het zo even bekijken. Oké, CM graag zilver. Mijn CM moet nog zilver. Dus transfer. Pak over. Hoeveel kost dit dan trouwens? Shop. Oké, die is wel erg duur. Silver pack. Die is ook duur. Oké, we gaan even naar Transvendermarkt. En ik wil graag een zilveren CM. Maakt niet uit welke prijs. Ik hoop minder dan $150. Oké, kunnen we hem niet nu kopen? Die is iets te hoog. Nou, bieden. Nou, bieden we gewoon even. We moeten even wachten. Een paar secondes. En met een beetje geluk biedt er iemand anders hoger op. En dan heb ik die gewoon voor $150. Het is wel vervelend dat we steeds moeten wachten dan zo. Tot de biedtijd voorbij is. En nu is dat 14 secondes. Maar als dat later een paar uur wordt, dan... Voor de mensen die nieuw zijn, mijn doel bij deze serie is niet alles laten zien, maar mijn doel is gewoon maak een gouden team en versla dan het team van de week. En als ik het team van de week verslagen heb, weet ik gewoon dat ik het beste ben van de hele week. Waarom heet dit anders dan gewoon team van de week? Omdat het beste is van alle spelers die week. Dus ja. In ieder geval, waar is mijn speler nou naartoe? Waar is mijn speler? Oh ja, ik was dit vergeten. Clear von items. Oké, nou die hebben we. We hebben S. Kletchtan uit Amerika. Die vlag herken ik. Uit Amerika hebben we hem gehaald. En die gaat nu mooi bij ons team horen. Even kijken. Customize Club. Hebben we trouwens ook nog... kijk eens aan. Nou kijk, dat is allemaal goed gegaan. Men's Squad. Oké. Deze. Swap with Club. En dan... Oh, we hadden er al een. Nou, jij gaat... Oh, nee, jij blijft daar. Mooi, dan kan die andere mooi hier. Dan hebben we dus nu al twee zilveren. Hebben we ook al een zilveren RM voordat ik dingen ga kopen? Nee, een RM nog niet. Oké, dan ga ik een RM nu halen. Een RM. Ik hoop niet dat die te duur is. Een RM. Zo. RM. RM.
zoeken. Die is mooi. Die is duur, die is duur. Een hele minuut wachten. Wil je nou? Dat is nog eens een goedkope prijs. Zo. Deze. Deze. Store all in club. Oké. Nee, ik ga te ver terug. Blijf. Zo. My club. Manage squads. Deze. En dan even naar mijn hele mooie RM'pje toe gaan. En dan die wisselen met die. En die... Nee, ik heb tenminste 150 nodig voor een speler. Nee. Oké, nou, dan moeten we dus nog sparen voor deze. Met een beetje geluk als we $450 verdienen. Ja, kunnen we ze allemaal zilver maken. Maar daarom gaan we nu even een wedstrijdje spelen. Ja, hier was ik. List have been... So your current progression has been reset with no loss of division. Wat doe je dat ik nu helemaal opnieuw moet? World Tour. Wat? Ja, doe niet zo moeilijk. Ik wil gewoon even een potje spelen. Ja, deze is wel helemaal goed. Maar daar hebben we allemaal tegen al gespeeld. Nou, ik wou vandaag even een moeilijkere. Dus... Huh. Ja, dit is wel moeilijker. We gaan het gewoon even doen. Ja, ik weet het zeker. Game, anders zou ik hem niet aanklikken. Play match. Tegen wie gaan we? Please, niet te moeilijk. Niet te moeilijk. En tegen Grushhopper. Oké. Okay. Ah, die zit beter in de verdediging dan mij. En verder is het allemaal gelijk. Dus hun zijn beter dan mij. Niet leuk om te weten. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon heel mooi van ze winnen. Ook al spelen ze op professional. En speelde ik de hele tijd op amateur. Hiervoor. Van wedstrijdjes. Maar toch gaan we daarom ook nog winnen. Omdat ik met amateur ook al heel goed kon winnen. Martin Tyler hier, along with the former Arsenal and England striker Alan Smith. Yeah, you come into ground some days and you do get that buzz of excitement. And I've got it here today, Martin. Looking forward to it. Yeah. Heel mooi wedstrijdje vandaag. Ah, kijk eens aan. Mooi oranje kleding. Nu zijn we echt... Ja. Nu horen we echt bij Nederland. Ook maak ik geen Nederlands team. Maar zo zijn we toch al een beetje Nederlands. Nou, allemaal handjes geven weer. En dan gaan we eraan beginnen. Nou, kom op. Ja, ik ken het nu allemaal wel. Oh, een tegenpartij. Daar ben ik wel benieuwd naar. Laten we zien welke opstellingen hij heeft. Oh, deze. Zal niet te moeilijk moeten wezen. Ook al is het professional. So much anticipation and away we go. Nou ja. Oh. Wants it back from his teammate, and there it is, it's come back. Great opportunity. Nee, hou hem tegen. Oh, and the goalkeeper. Oeh, mooie keeper. Oké, hij is best wel goed. Ja? Oeh, dat was hele mooie. Oké, maar wel hoekschop. Hoekschop. Off the post. Oeh. Nee, goed zo. Goed zo. Nee, ho. Rennen. Ik ren toch? Ja of nee? Challenged quickly by the opposition. What a great chance. Oh, god. Is wel een stuk moeilijker, ja.
En daarom ben ik er ook blij mee, want ik wou het een stuk moeilijker hebben. Ik weet niet zeker of hij nu rent. Ja, hij rent wel. Oké, die kant op. Please, ren niet sneller dan mij. Maar hij heeft hem weer, hè? Ze zijn echt goed. Ze zijn echt heel goed. Stop met die bal. Geef die bal aan mij. Alexander Merkel. Ik verdien hem. Hou die bal tegen, keeper. Well, they've lost the ball. Hoe kan jij nou zo mistrappen? Oké, daar naartoe. Doorspelen. Oh nee. Niet weer. Alexander Merkel. Ja, heel mooi. Speel hem door. Ja, nee, bedankt voor de bal. Bedankt voor de bal. Nou, god. Dat... Hey. Ik moet hier echt nog mee oefenen. Professional. Want ik ben nog niet echt zo'n... Ik ben niet echt een professional, laten we zeggen. Alexander Merkel. Ja, Merkel. Dat heb ik nodig om te winnen, ja. Anders blijft 0-0. Keeper hem tegen. Jammer. Keeper, je hebt het geprobeerd, ik weet het, maar je hebt hem niet tegen kunnen houden. En dat vind ik jammer. Echt waar. Je had hem tegen kunnen houden, maar ja. Maar ik weet, jij bent nog brons, dus je bent nog niet allerbest. Oké, ja. Zo doorrennen. Doorrennen. Ja, 1-0. Niet voor mij in ieder geval. En dat had het wel moeten wezen. Ja, pak hem. Nee. Niet nog een keer. Niet nog. Mooi, speel hem door. Ja, door. Was dit al de halftime? Zo, dat ging snel. An intense first half, I think the right word is, Alan, because it's very hard to make openings, let alone score. Yeah, I mean, yeah. It can be quite exhausting because you're concentrating so much. And I just wonder if it's going to continue in this way after the break. Okay. Yeah. Now, resume match. And please, we've got another 45 laat mij nu... And set your watches, off we go. Laat mij nu... Please laat mij, nee. Niet nog een keer. Jij krijgt de kans niet nog. Krijgt hij wel. Oh. Ja, ik weet het. Corner. Als die corner goed is, dan maakt het helemaal niks uit. Oh ja, dat is een hele goeie. Over het doel heen. Die was mooi hoor, meneer. Mooi over het doel heen. Ja. Oké. We moeten deze winnen als we 450 dollar willen hebben. Jullie staan aan top, man. Jullie hebben dat niet nodig. Spelen? Oké, dan ga ik meer met het team spelen nu. Ja, stout. Door. Bijna. Ja, heel fijn. Doorspelen. Ja.
Nee, oh. Dat moet niet. Nee, nee, god. Ja. Bijna. Kom op. Nee, niet scoren. Professional kan ik dus echt nog niet aan. It's another chance and another goal for a team that's really dominating this match. And they are the better side and now the scoreline absolutely shows that. Well, that has made it 2-0. Nou, kom op. Door. Spelen. Maar ik weet ook niet waarom mijn gastjes niet zo hard rennen meer. Waarom schopte jij? Je had helemaal niet hoeven schoppen. Ja, speel door. Maar zo ben je alleen maar tijd aan het winnen. Doorspelen. Doorspelen. Kom op. Nee, geef mij die bal. Oh, nee. Oh. Terugdraaien. Ja, heel mooi. Die kant op. Die kant op. Ah, ik had hem bijna. Kletter die op. De bal. Ja, achter. Ja, nee. We verliezen deze wedstrijd. We verliezen deze wedstrijd. Ik kan dit niet meer laten winnen. Ik kan geen twee goals meer maken in deze tijd. Hun kunnen wel een tegengoal maken. Ja, mis. Nou jongens, het is afgelopen. Ik heb verloren. En ik moet tegen het team van de week. Nou, dat wordt echt helemaal niet. Waarom ga je in de laatste minuut wisselen? Je weet dat het fluit. Dat het zo voorbij is, hè? Game. Of willen je toch nog één doelpunt maken? Jongens, van mijn team. Als jullie nog een doelpunt kunnen maken, ben ik echt helemaal trots op jullie. Alexander Merkel. Maar als niet, dan begrijp ik waarom. Want dit team is echt lastig als wat. Kom op. Great opportunity. Well done to win the ball back like that with a slight tackle. Nou, ik red het niet echt hier met deze. Met dit team. De andere teams red ik wel, maar deze is een van de moeilijkste. Is de moeilijkste die ik ooit heb gedaan. Ik heb gewoon even niks meer te zeggen. Hij zit er net in en hij heeft meteen opgehoord. Ja. En het is voorbij. Ja. Verloren met 3-0. Jammer. Maar ja. Je kan winnen, je kan verliezen. En deze keer hebben wij verloren. Al die andere keren hadden wij gewonnen. Dus ik denk dat we de volgende keer maar weer mooi op amateur gaan spelen. Allemaal handjes geven. Ik ben in ieder geval blij dat we een oranje shirt hebben. Nou, heel mooi. Het veld is leeg. Ja, 3-0 verloren. Ik weet het. 0 punten erbij. Oh, we hebben toch $400. $450.
Oké. Snel nog al die mensen kopen. Back to hub. Mijn club. Welke moet ik allemaal hebben? Dan ga ik dat gewoon in één keer achter elkaar kopen. Oké. Goed onthouden. CB, CB, GK. CB, CB, GK. Oké, dan gaan we dat lukken. En dan hebben we mijn hele team gewoon zilver nou vandaag. Als het lukt. CB, CB, GK. CB. Twee CB's moeten we hebben. Ja, daar wil ik op bieden. En daar wil ik op bieden. Oké. Ondertussen dat dit bezig is, ga ik hier even naartoe. Hé, waar is die andere? Ach nou ja, waar die andere ook is. We hebben er in ieder geval één nu. Waar is... Echt serieus, waar is die andere? Ah, die is er al. Oh, die moet nog 30 seconden. En deze moet nog 3, 2, 1. Expired. En deze moet nog 30 seconden. Dan hebben we in ieder geval nu eentje. Deze hebben we gewonnen. En die andere moet nog 22 seconden. Maar dat komt wel goed. Dan ga ik deze gewoon vast in mijn club gooien. Storing club. 12, 11, 10, 9. Waarom ging die van 11 naar 8? Of van 10 naar 8? Nou ja. 3, 2, 1. Even dit weg. Even weer terug. En dan hebben we deze ook. Dat betekent dat we 2 CB's hebben. En dat ik nog 1 GK moet kopen. Om alle zilver te krijgen. En dat meen je toch niet weer, hè? Kijk eens. Ik denk dat we hetzelfde probleem hebben met als de vorige keer. Gelukkig zit ik nu wel op de tijd. En is de aflevering zo lang als ik hem graag wou gehad hebben. Kijk eens. Ik ga tegen jullie zeggen. Kijk, doe een duimpje omhoog. Help je mijn helpkanaal mee. De volgende keer gaan we dan ons hele de GK kopen. En dan hebben we ons hele team zilver. Maar voor nu ga ik zeggen. Doei!